Maar voelt u die stemming van welkom al een beetje? Nou, het is een kort dag, hè. Hmm. Men moet nog even tot rust komen. Sommige mensen die slagen daar nog niet in. Wat bedoelt u daarmee? Nou, die happen nog naar lucht. Ik heb dat klein voorbeeld, het boekenballetje zal ik maar zeggen. Dat is fascinerend om naar te kijken. En dat is toch de intelligentie van Nederland. En dat is een prachtig plaatje. Kijk, daar hebben we hem. Freek de Jonge die opstaat tijdens de herdenking voor Utrecht. Ik heb het gezien. Ja. Van een ander beeldje. En het deed me denken aan de linkse kerk. Je zag iedereen op de rug. Mm-hmm. En dan zie je allemaal mensen, een hele meute en een voorganger. En opeens verschijnt daar half krom en krakend een soort zombie. Die rijst op en die verheft krassend en krakend zijn stem. Een soort onheilsprofeet, een soort zombie. Wee ons, wee ons. De Baudet staat voor de deur, zandzakken voor de deur. Ja. Onze beroepsgroep loopt ernstige gevaar, roept hij uit. Wee ons, doe er wat dan. En wat nou heb ik die teksten gelezen van al die mensen die opinievormend zijn. Die daar ook gezeten hebben, wellicht, maar de meeste wel. En dan, dan kun je weinig welkomstwoorden in aantreffen. Sommige van die teksten, wie ze leest, die gaat uit zijn mond stinken. Maar